is van hem, hè? Nieuw. Mooi. Vanmiddag is hier bij Kampen rond 5:30 een ernstige aanrijding gebeurd. Daar zijn 4 auto's bij betrokken, waarvan 3 personenauto's en 1 camper. Er waren 16 betrokkenen in alle voertuigen en waarvan 7 slachtoffers. Ja, dat zijn 3 slachtoffers zijn T2, dat wil zeggen die zijn gewond, aardig gewond, maar die zijn ernstig gewond, maar niet echt gewond dat er levensbedreigend is. En 4 T3 slachtoffers die zijn gewond, die moeten dus wel voor observatie naar het ziekenhuis, maar dat lijkt allemaal mee te vallen. Maar ook gezien de impact van alles zijn ze toch voor de zekerheid naar het ziekenhuis vervoerd. Ook kinderen waren erbij betrokken en die zijn met de schrik vrijgekomen. Die zijn uiteraard wel even door het ambulancepersoneel allemaal nagekeken. Maar gelukkig niet dus dergelijke verwondingen dat ze verder overgebracht moesten worden naar het ziekenhuis. Ze hebben allemaal van de ambulancedienst een beertje gekregen. Ja, dat heeft ze weer gerustgesteld. Dus we hopen dat dat goed gaat. En dat is natuurlijk heel belangrijk, ook voor de slachtoffers, dat die allemaal weer zullen herstellen. In de camper daar zaten nog 4 honden in. 3 honden die zijn inmiddels ondergebracht. En 1 hond die is nog zoek, die is zo geschrokken. Dus men is nu op zoek om die nog te vinden. Dus we hopen dat die spoedig gevonden zal worden. De politie die is nu druk bezig om onderzoek te gaan doen met de VOA. En de verkeersongevallenanalyse van de politie. En dat zal mogelijk, en verhoor van getuigen, dat zal mogelijk verder uitslag gaan geven. Maar daar is men nu druk mee bezig. Ja, u heeft het gezien, het is ene grote chaos en dat moet allemaal opgeruimd worden. En zoals het nu lijkt, zal de weg, de N50, tussen Kampen Zuid en Kampen Noord, tot ongeveer, tenminste dat is nu even wat nu bekend is, tot ongeveer 10 uur vanavond afgesloten zijn.